Goedemiddag. Er lijkt geen eind aan te komen, maar dit is deel 10 alweer van mijn college reeks over kracht en beweging voor 3 HAVO en VWO. We zijn een hele tour gaan maken. We zijn helemaal gaan kijken vanuit krachten naar beweging, naar de wetten van Newton. En we gaan vandaag kijken hoe dat zit nou precies met remmen. En dan voornamelijk om het afremmen om ervoor te zorgen dat je niet in een botsing terechtkomt. We gaan dat doen door te kijken naar de reactie, rem en stopafstand. En dan ga ik ook in de video voordoen door middel van een opdracht. Dus even nog een beetje herhalen. We hebben gezien een schuine rechte lijn omhoog was een eenparig versnelde beweging in een VT-diagram, in een snelheidstijddiagram. En als die lijn omlaag gaat en schuine recht is, dan zul je zien dat je een eenparig vertraagde rembeweging hebt. Dus een schuine rechte lijn is een eenparig vertraagde beweging. En gewoon een lijn überhaupt die in een VT-diagram naar beneden gaat, noem je een vertraagde beweging. Dus een schuine rechte lijn in een VT-diagram is een eenparig vertraagde beweging. Maar zo'n eenparig vertraagde beweging die let zich ook heel goed om daarmee te gaan rekenen. En het is eigenlijk precies hetzelfde als bij een eenparig versnelde beweging, daarom dat ik hem niet helemaal ga uitwerken. Maar bijvoorbeeld hier ook een auto die remt af gedurende een bepaald aantal seconden van een snelheid naar een lagere snelheid, berekende vertraging. Nou, dat moeten we ondertussen ook gewoon wel kunnen. Het verschil in snelheid gedeeld door het verschil in tijd. Het enige verschil is nu dat het jouw verschil in snelheid, je eindsnelheid min je begin, zal op een gegeven moment een negatieve waarde opleveren, waardoor jouw jouw vertraging ook een negatieve waarde gaat opleveren. Dus je krijgt daar op een gegeven moment de waarde uit van min huppeldepup. En die remkracht die zou je ook kunnen gaan berekenen door middel van de tweede wet van Newton. Je moet een kracht berekenen aan de hand van een vertraging. Fres is m maal a. En dus de resulterende kracht is de massa maal de vertraging die je net hebt berekend. Kun je best een keertje voor jezelf gaan proberen. Wij gaan in ieder geval kijken naar hoe een VT-diagram eruit ziet van een beweging waarbij je gaat remmen en uiteindelijk gaat stoppen. Dus van een remmend voertuig kun je 2 gedeeltes onderscheiden. In het begin, als je gaat kijken, zul je zo'n gedeelte van de grafiek zien waarin een chauffeur nog bezig is met reageren. Hij zal dus op een gegeven moment gewoon iets signaleren en gedurende een heel aantal fractie van een seconde krijg je een signaal binnen naar je hersenen. Die sturen dus een signaal weer naar je spieren toe. Maar gedurende een bepaald aantal seconden zul je zien dat jij nog met dezelfde snelheid door blijft rijden. En hoe meer drugs of hoe meer alcohol je bloed hebt zitten, hoe groter die zogeheten reactieafstand wordt. En dan verder zul je zien dat als zo gauw je dan hebt gezien dat er weet ik veel een hert op de weg zit of een kikker oversteekt, hop, goes, voet op dat rempedaal. En je zult erbij zien dat je dan op een eenparig vertraagde manier gaat afremmen doordat je stilstaat. Nou, hoe kun je dat uit die grafiek nou verder halen? We kunnen daarbij verder zien dat de oppervlakte in onder een VT-grafiek altijd de afgelegde afstand was. Dus ik kan hier op een gegeven moment ook 2 bepaalde afstanden kan ik onderscheiden. Ik kan namelijk zien in het stukje waarbij ik dus nog gewoon aan het reageren ben, dat ik de oppervlakte onder die grafiek kan nemen, totdat de reactieafstand is. En die remafstand, dat is dan de afstand onder dit schuine stukje. Dus dat is de afstand die ik afleg terwijl ik aan het remmen ben. Samen vormen deze de stopafstand. Dus de stopafstand is die afstand die je aflegt tijdens het reageren en die afstand die je aflegt tijdens het remmen. Daardoor zeggen ze ook als je je rijbewijs gaat halen dat je een bepaald aantal streepjes op de snelweg achter iemand moet blijven. Want als je gaat bumperkleven en iemand moet ergens op reageren, dan is die afstand tussen de auto's te klein en dan vlieg je er al op voordat je überhaupt de kans hebt om te remmen. Nou, hier gaan we eens een keer een opdracht mee oefenen. Het is echt een moeilijke, zal ik je ook een keertje meegeven. Dus ik hoop dat je hem snapt als ik hem uitleg. En ik denk dat in een toets dat dit een ABC-vraag is waarin je meer dingen worden voorgekoud. Je hebt een auto die met een bepaalde snelheid rijdt en die remt af tot stilstand en heeft die een bepaalde vertraging bij. En de reactietijd van de bestuurder is ook gegeven. Bereken de stopafstand. Nou, we hebben net gezien, die stopafstand is mijn reactieafstand plus mijn remafstand. Die reactieafstand is altijd het makkelijkste om te berekenen. Die reactieafstand is namelijk de snelheid waarmee ik in het begin aan het rijden was, maal de tijd die ik duur waarop ik aan het reageren ben. S is V keer T. Die formule kennen we als het goed is wel en we hebben ook al vaker gezien. Dus die gaan we invullen. Die beginsnelheid die neem ik altijd 1 meter per seconde. Dus ik ga die 54 km per uur delen door 3,6. En ik zal die vermenigvuldigen met de reactietijd die hier staat gegeven. En je zult dus al zien dat zonder dat er ook maar iets gebeurt, dat ik al 12 meter afleg terwijl ik aan het reageren ben. Terwijl die signaaltjes dus door mijn lichaam heen lopen. Nou, verder, die remtijd is op een gegeven moment V gemiddeld maal T rem.
Ik heb hem hier verkeerd opgeschreven. Het is dus V-gemiddeld, maar ik schrok al even, V-gemiddeld maal TRM. Ik ga in ieder geval eerst mijn gemiddelde snelheid uitrekenen. Je gemiddelde snelheid is je eindsnelheid plus je beginsnelheid. Ik ben namelijk één paar aan het vertragen. En dus ik zal op een gegeven moment zien tot mijn gemiddelde snelheid gedurende dit hele traject, dat die gelijk is aan 7,5 meter per seconde kwadraat. Die remtijd kan ik achterhalen door middel van de vertraging. Ik heb daarbij een vertraging, ga kijken weer naar mijn verschil in snelheid, die staat hier aangegeven. En mijn vertraging, die heb ik daar aangegeven. Dus ik zie dat ik 3 seconden aan het remmen ben geweest. En ik kan deze twee met elkaar vermenigvuldigen om uiteindelijk mijn remafstand te gaan bepalen. Dus mijn remafstand is mijn gemiddelde snelheid tijdens het remmen. Want tijdens het remmen verandert mijn snelheid de hele tijd. Dus kan ik niet een begin- of een eindwaarde nemen. Want moet ik dus de gemiddelde waarde gaan nemen. En die moet ik vermenigvuldigen met de remtijd. Dus de totale stoptijd. Dus S-reactie plus S-rem. Die reactieafstand die hebben we al berekend. En dit is V-gemiddeld maal T-rem. Zul je dus zien dat ik 7,5 keer 3... Alles bij elkaar opgeteld, zul je dus zien dat het 34,5 meter duurt voordat ik helemaal stilsta. Dus voordat ik helemaal stilsta, ben ik bijna 35 meter verder en dan ben ik bezig met reageren en met keihard op de rem aan drukken. Oké. Het laatste wat je op een gegeven moment kunt doen, want zo gauw je aan het remmen bent, moet je ervoor zorgen dat je dus op tijd stopt en niemand aanrijdt. Maar je kunt op een gegeven moment, zo gauw je een botsing hebt, kun je er vaak niks aan doen. Je ziet op een gegeven moment iets te laat, je moet uitwijken. Maar ook tijdens een botsing zul je gaan vertragen. En je kunt die vertraging kun je wel zo prettig mogelijk maken. Je kunt op een gegeven moment een paar dingen doen. Je kan de snelheidsverandering zo klein mogelijk maken. Dus op een gegeven moment zorgen dat je dus niet te snel rijdt en jezelf aan de maximale snelheid houdt. Of je kan de botstijd groter maken. En hoe kun je de botstijd nou groter maken? Die kun je bijvoorbeeld groter maken door bepaalde kreukelzones in je auto toe te passen. Dan zul je dus zien dat eerst die kreukelzones worden ingeduwd voordat jij daadwerkelijk gaat bewegen. Of die kun je ervoor zorgen dat jouw gordel jou een klein beetje uitrekt. Dus in de tijd dat jouw gordel meegeeft, zul jij zelf ook worden afgeremd. En die botstijd kun je dus zo groot mogelijk maken. Dat dus jouw vertraging zo klein mogelijk is. En je dus zult zien dat je zo weinig mogelijk schade zelf oploopt. Nou, ik zie jullie graag terug bij de volgende video.